Welkom bij weer een nieuwe vlog. Wij gaan skydiven. Marie moet even de sieraden afdoen. We zijn een soort van Incredibles. Het is dat ik al een kind van je krijg. Are you ready to rumble? Super knap. En mijn buik is momenteel eigenlijk... Past niet in beeld. De kinderwagen is binnen. Moet het niet andersom? Oh, dat draait gewoon. Ik ben vandaag shooten. Action. Welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Wat je allemaal gaat zien is dat ik de nieuwste collectie ga shooten bij ons op kantoor. Je gaat even zien hoe ik en Mike ons eerste babypakje aan tie-dye zijn. Het geboortepakje. En ook zien deze week nog hoe oud Livia al is. Ze is alweer 2 maanden en ik ga jullie natuurlijk ook weer de beelden weer van Livia laten zien. Oftewel Lilo. Lilo. Dus heel veel mensen dachten dat wij ons kindje Lilo zouden noemen. Maar het is eigenlijk afkorting van Livia Love. Dus that's why. Lilo. En we gaan met de hele familie skydiven. Dus ben jij benieuwd? Blijf kijken. Love. Fijne. Oké, Mike en ik zijn onze pakjes aan het bleken voor onze geboortepakjes voor onszelf. En de kleine, op geboortepakjes wat we aandoen. Uit het ziekenhuis. Wij hebben besteld een heel klein schattig hoedietje, vestje met broekje. En hebben het precies hetzelfde voor ons ook. En we zijn met bleek aan de slag, aangezien het dan een beetje rood wordt. Want, tadadam. Als jij uit het ziekenhuis uitkomt met een baby. Ja. En al onze kleren zijn helemaal zwart met rood. Gadver. Nou, dat is niet grappig. Met... Ik heb hier in de film gestaan. Dat zeg ik net, dat is niet grappig. Je wordt lekker eng. Bloed. Nou, daar wil ik niet aan denken, Mike. Het is gewoon een hartstikke leuk gebleekt broekje. Ben jij een etter ook af en toe? Nee, etter? Ik denk toch in één keer aan. Nou, in ieder geval met deze schoentjes van Sneaker Legend. Hoe leuk. En die krijgen wij ook. Dus we krijgen dezelfde pakjes, dezelfde schoentjes. Ik heb een mondkapje op voor de bleek. Dezelfde pakjes en ik zie eruit. Geslapen vallig. En dan hebben we nog een teddycoat jasjes voor ons alle drie besteld. Dezelfde schoenen. Dan zijn we alle drie hetzelfde. Dat vind ik gewoon enig. Als allereerste fotootje. En als gewoon ding dat je gewoon als een familietje weggaat en ook allemaal hetzelfde eruit ziet. Dus dat. Dus wij gaan even verder met ons project. Het hangt nu buiten te drogen. Uh-oh. Wel leuk. Oké, het resultaat. We hebben het dus in de wasmachine meteen gedaan. En daardoor is het niet meer zwart. Maar is het nu roesnoet. Op zich wel helemaal ons kleurthema. En kijk hoe leuk. We gaan nu bedenken wat we erop gaan schrijven. Maar waarschijnlijk wordt het de naam. Wordt het de naam, dus kunnen we dat niet filmen. En nu moet ik nog even kijken wat voor schoentjes ik erbij doe. Want dit is toch wel weer een andere kleur dan gedacht. De kinderwagen is binnen. Shitload of spullen. Ta-da-da-da. Oh, wel die dingen naar buiten, schat. Wat? Wordt het niet andersom? Nee. Oh, dat draait gewoon. Laat maar. Oh, je niet iets wat het stuk maakt, hè? Woehoe! Oké, en dan moeten we naar de volgende stap. En dat is die bak aan de onderkant. Nu komen we bij de kap. Waar is de kap? Ta-da-da-da. Goed zo, Stink. Boep, 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 boep. En dan kan die kap natuurlijk ook nog naar beneden. Kan je naar de baby kijken, Stinky. Je bent tenslotte mijn allereerste vriendje. Ja. Dus ik heb een speciaal snacktray voor Stinky besteld. Normaal dus voor de boodschapjes voor de baby in te doen. Hij doet Stinky in. En hij vindt het helemaal leuk, hè? Want ja, onder aan de wagen zitten dat... Hij gaat al bijna liggen, zie je dat? Tup, tup, tup. Ta-da-da-da. Maar hij zoekt nu zijn bordje wat is gevallen. Hier. Het is net breed genoeg. Misschien dat ik het niet vaak ga gebruiken, maar het is wel handig. Stinky, kan je overheen kijken? Dat is leuk. En mijn vriend. De baby ernaast. Handen vrij. Ik ga stuk. Even kijken, het geboortepakje. Nou, het is een beetje een dramage. Een blamage. Want we hebben als eerste onze beide broeken van Maya en Mike gebleekt. En het pakje van die kleine al helemaal. Toen later kregen we opnieuw de vesten binnen. Maar die zijn dus totaal een andere kleur geworden. Is dat ook veel? Nee, dus ik kan ze wel even erbij pakken. Even pakken? Ja, je ziet echt meteen welke wel niet goed zijn. Dit is eigenlijk de... Het was dus een zwart broekje. En dit is het eindresultaat met de vesten. Je ziet het al, het matcht niet. Het matcht niet, dus daar ben ik... Ja, jullie kunnen het gek vinden, maar dat is het enige waar ik me nu even druk om maak. Is dat ik we hebben weer nieuwe matchend vesten. Outfit wil. Dus Marie heeft weer nieuwe vesten meegenomen. Het is de laatste keer dat ik het probeer, want ik vind het zonde, want dit vest ga ik nu ook niet meer gebruiken. Nou, niet afzet. Nee, maar het is ook een beetje gekke kleur. Oh, dat is wel mooi. En de naam staat ook hier op het broekje aan de achterkant. En
hebben we dus een matchend vest met broekje. En dan gaan ik en Maaike zelf schoenen aandoen. Die krijg ik ook nog binnen. En dan doet die kleine gewoon sokjes aan. En dan gaan jullie tweeling het ziekenhuis uit. Ja. Mijn kinderwagen is van Boogaboo. Ja. Non-gesponsord helaas. Dat is een beetje jammer. Dat is een beetje jammer. Nee, maar het is de enige Boogaboo die je kan inklappen tot één wagen. En er twee. Dus Marie de kindje kunnen we dan later bijklikken. Of Romee de kindje. En nu heb ik dus gewoon een snacktreetje ernaast. En dat is voor Stinky. Dus het is ideaal. Niet echt een hondenmand. Heel veel mensen zeiden, waar heb je die honden accessoires gekocht erbij? Maar het is dus gewoon de snacktray. En de Bugaboo Donkey is het. En hij is zwart. En hij is zwart. Maar we gaan alles nog... We gaan al die logo's zwart openmaken. Want die zijn nu wit. En we schilderen zie ik al. Ja. Ja, maar ik zit bezig. Daddy shower! Wij gaan skydiven! Woehoe! Stinky, ga je ook skydiven? Wij gaan skydiven! Ik vind het heel spannend. Ik vind het te hoog. Ik vind het enger dan ik had verwacht. Kijk één keer naar beneden, hoe diep dit is. Kijk omhoog. Kijk omhoog, kijk omhoog. Wow. Ik ga wel even mijn ringen afdoen. Oh mijn god, dat zijn dit durven. Serieus. Giel en ik zijn daarin echt hetzelfde. Nou, ik was ook niet gegaan als ik niet zwanger was. Ik ben blij dat nee, ik... echt sowieso nooit. Man. Zij heeft er gewoon zin in. Hoe kan dat nou? Maar mag jij wel al? Met je borsten. We hebben een spakje al. De helm. Allemaal ringen moeten af. We gaan even ons omkleden. Oké, okay, mam, are you ready? Oh, je sieraden al. Marie moet even de sieraden afdoen. Jeetje, Mina. Je bent gelijk een stuk lichter. Een kilo. Vind je spannend, Jaime? Mijn Blue Devil, waar ga je heen? Zo'n pak wilde je eigenlijk. Huh? Moet je dat netje nu ook om je hoofd krijgen? Het is dat ik al een kind van je krijg, Alder. Wat zegt ze nou? Dus ook al een kind van je krijgt. Je wangetjes worden naar voren geduwd. Ja, die gaat zo schrijven. Zo. Het is goed uit, hoor. Ja, hè? Ja. In voor- en tegenspoed ga je nu samen in zo'n cabine. Doe gewoon een Ja. Hij is al. Yes. Wie krijgt Livia als het fout gaat? Staat het ook alvast op film? Grapje. Oké, Marie is helemaal ready. Ze heeft al haar sieraden moeten afdoen. Je bent als tweede, hè? Ja. Heel spannend. Haar moeten invlechten, anders gaat het fout. En ik ga je straks filmen als je hier inhangt. Zenuwachtig? Ja, dat weet ik. We zijn een soort van Incredibles, maar dan net even anders. Dani begint. Kom maar op. Kom maar op, hoor. Oh, spannend. Ik wil ook eerst gaan, als je bang bent. Ja, ga maar. Oké, okay, toppen er, top. Knock, knock, hoe is er? Ik heb al die piercings, jongens. Daar zitten ze, hoor. Omdat Jaime de vlog zo leuk vindt, film ik hem even. Incredibles. Papa lijkt ook op iemand. Op wie lijkt papa? Ik weet het niet. Dat is wel een zenuwachtig, ja, hoor. Dat denk ik ook. Hij denkt ook, waarvoor moet ik als nou, eerste? Nou, ik zou ook als eerste willen. Kijk maar, ik zit. Zou je niet als eerste willen? Jawel. Of juist wel? Ik juist wel. Oh, hilarisch dit. Oh, hij gaat aan. Oh my god. Are you ready to rumble? Oh, wat lachen. Oh, daar gaat hij. Dat gezicht. Oh, hij doet het hartstikke goed. Ik kan vliegen! Woehoe! Uh-oh! Daar gaat Marie! Marietje! Woehoe! Ze heeft geen kick, hoor. Because I'm a mom now. Oh, wat moet ik niet lachen. Woehoe, kijk mama ernstig kijken daar. Dat denk ik ook. Ja. Yeah! Oh. Hoe lachen? Papa is een soort van pro. Kijk, we gaan hier terug. Hatsvlad. Nu komt mijn liefde, hoor. Nou ja, hij wil ook de ruimte in.
Dus dit moet helemaal iets voor hem zijn. Hoe leuk. Mijn liefje kan vliegen. Dat kontje. Woehoe. Dat denk ik ook. Ik weet het wel zeker. En dan gaat Mike. En nu komt mama hoor. De meest angstige van allemaal. Woehoe, mama wil het al heel lang doen. Maar mama zat wel goed in balans houden. Yay! Mooi kont ook zo. Woehoe! Oké, daar gaat jij hoor. Hij doet het wel echt goed. Yay! Hij kan het wel. Hij kan wel. Als je hoog wil, hoog naar beneden. Oh. Oh my god, omlaag. Zo. Zou ze dat durven? Woehoe. Wat grappig. Maar die ging er met heel veel zekerheid in. Kijk, die hele bril nog in mijn wangen. Dat ik op skivakantie ben geweest. Ja, ook met die jas zo. Het was echt een meetbals. Superleuk. Jill heeft echt bijna geheld van het lachen. Voor al die gezichten. Allebei gewoon. Ik lig er helemaal af. Je ligt er helemaal af. Al wij hadden natuurlijk al die klappende wangen en je gaat natuurlijk helemaal stuk. Maar ik vond het leukste ever. Dus wij gaan zeker terug als Romain en Jill allebei zijn bevallen. Ja, Romain jij ook. Dat is ook enig. Nee, superleuk. Oh, ik vond het echt enig. Heel leuk. Wat een kick. Wij zijn klaar en we hebben nu net een lekker roti besteld. Daan heeft Livia vast. Hey. Ja. Hey. Ik ben mama. Oh, geen speen uitspugen. Een tweeën. Op z'n hi, mijn mooie meisje. Ik vind het zo schattig als je dat heen en weer beweegt. Ik heb een broodje bak voor jou, dus mijn verslaving. Wat tijd en een broodje bak. Dank je. Mm. Dat ik allemaal in jouw buikje. Mm. Zie je de camera? Even kijken. Wat is dat, mama? Hoe moet je het nu voor een ja. Kleine hemel. Jongen. Pittige alles rotti. Jongen. Geef geen kick, let maar op. Morgen alleen heel erg naar het toilet. Oké, skydiven. Waar zijn wij geweest? Ja, wij zijn bij City Skydive geweest in Utrecht. Wij rijden er echt al een jaar langs. En mama wilde er heel graag heen. En we waren aan het bedenken voor Daan's daddy baby shower. Daddy baby shower. We hadden natuurlijk niks kunnen regelen. Nee. En Daan had wel iets heel erg leuks doen. Voor Jim ook geregeld. Met dat kleiduif schieten. Dus we dachten, we moeten ook wel iets voor Daan terug doen. En hij had dit dus ook nog nooit gedaan. Want hij heeft bijna alles gedaan wat je maar kan bedenken. Ja, Daan is gewoon heel... Die wilt iets en dan doet hij dat gewoon. Ja, dus we hebben dit eigenlijk als gezin gedaan. Corona-proof. Wij mochten wel gewoon als gezin daarheen. Ook omdat wij voor hun promotie maken, dus dan is het wel toegestaan. Ja. Dat doen ze eigenlijk nu met heel veel mensen om toch nog een beetje het bedrijf te supporten, want iedereen heeft het natuurlijk mega lastig en dat mag eigenlijk nu wel wegens de wet. Ja. Dus dat was echt super fijn. En het was dus mega moeilijk. Ja, het ziet er heel grappig uit en je denkt ja. Als de jongen het doet, dat je denkt dat kan ik ook wel. Ik kon het niet meer. Maar het is echt mega moeilijk om je balans te houden en die hele wind in je gezicht. En ook nog, nou, ik leek wel een visje. Nee, of een muisje. Maar ja. Het was echt te leuk. Je kan ook een cursus doen bij dat je echt goed kan vliegen. En ik ga wel volgende keer terug. Misschien als jij ook weer kan. Je gaat natuurlijk in en door die hoge luchtdruk gaat sowieso. Je hebt een bril op. Dus had een bril en die helm was al komisch. En is dan helemaal in dezelfde pak. Maar door die luchtdruk gaat je wangen ook omhoog. En dan gaat het wapperen. En iedereen had zo'n ander gezicht. En ik en Romee konden niet meer. Maar we wilden ook niet te veel lachen. Want je moet je heel erg concentreren. Want als je al dit doet, dan raak je uit balans. Dus op een gegeven moment kon ik niet meer. Heb ik ook niet meer gekeken. Want ja, ik trok het niet meer. Ik heb zo gelachen. Maar ik wil het zeker ook een keer proberen. Als ik ben bevallen. Ja. Maar ja, dat duurt nog wel eventjes. Ik denk niet dat ik meteen. Nou ja, jij hebt trouwens. Na 6 weken. Ja, weer gedaan. Hang je al in de lucht? Hang ik al in de lucht. Het ging hartstikke goed. En Livia was bij de oppas, ook voor het eerst. Ja, bij mijn schoonmama. Dus het is allemaal goed gegaan. Het ging allemaal goed.
iemand bij mij in de lift staat. Anders vind ik het altijd zo awkward als ik laag vlog als iemand naast me in de lift staat. Volgende moment. Ik ben ready voor het inkoopseizoen. Het is nu 1 uur. Ik ben nu sinds Livia voeding. Dan ben ik nu aan het afkolven voordat ik naar kantoor ga. Dus ik plan de afspraak een beetje 2 tot 1 per dag. In plaats van 4 per dag. Dan kan ik het een beetje wat rustiger aandoen. Ik moet nog helemaal in mijn workflow komen. Aangezien ik nu wel ruim 1,5 maand thuis ben geweest. 2 maanden. En ik word nu echt in het diepe gegooid. Want we hebben inkoopseizoen. En Jill is natuurlijk nu echt nog 5 weekjes maar. Dus ik moet haar ook weer afwisselen. Wat zij ook voor mij toen heeft gedaan. Oeh. Zwaar, ik weet niet waar ik voor sta. Oh, daar. Dus het is een beetje wennen allemaal. Maar ik kom er langzaam in. Het is mijn tweede werkweek dat ik werk. Oeh, ik hoop dat jullie me horen met die wind. Oeh. Maar zo kom ik een beetje in het werkflow. Wat wel moet. Anders wil ik denk ik de rest van mijn leven thuis blijven met de baby. Maar als ik eenmaal op kantoor ben, vind ik het ook weer heerlijk. Dus het heeft 2 kanten. Daar kom ik mee bezig. In mijn nieuwe car. Waar ik ook echt serieus nog maar 20 keer ben denk ik in ben geweest. Omdat ik natuurlijk altijd thuis zit met Livia. En helemaal nu met corona is het vrij saai. Koud jongens. De zomercollectie komt er bijna aan. En dat heb ik nu ook aan. Super leuk. Ik ga ook weer mijn sportlife oppakken. Bij krachtmeters bij Patrick weer. Die heb ik vandaag geappt. Jim gaat ook. We gaan om en om. We wisselen elkaar af. Dat ik mijn summerbody terug heb. Zoals ik zit zie je inderdaad deze 2 plootjes. En dat is precies wat ik dan weg wil hebben. En Livia is bijna gewoon 2 maanden. Jill heeft me denk ik al een paar keer gefacetimed. Want ik ben te laat. Het is eigenlijk 1 uur zonder zijn. Het is nu 1 uur in Haarlem. Qua tijd plannen vind ik het nog een beetje moeilijk. Oepsie. Ook het allemaal moet doen. Ook met afkolven en zo. Een borstvoeding geven. En dan mezelf nog gereed maken. Oh, nu zijn die beschikbaar. En dan is hij op kantoor zelf. Ik ben zo blij met mijn auto. En de kinderwagen. En ik heb al een spiegeltje voor Livia dat ik haar kan zien als ik aan het rijden ben. Dus in dat opzicht zijn we helemaal prepared. En ik vind opeens een vlecht leuk. Wees altijd vlecht in. Misschien ook omdat het makkelijk is. Oké, ik heb denk ik genoeg gepraat voor vandaag. Ik ga richting kantoor. Naar Sjoeltje toe. Even kijken, back to work. Marie is weer op het werk. Ja, ik word echt in diep gegooid. We hebben inkoopseizoen. En Jill is natuurlijk nu bijna op haar eind. Hoe zeg bijna, je dat? Bijna, ja. Op haar eind. Bevallingsdatum. Ja, dus die moet dat rustig aandoen. Dus ik word eigenlijk in diep gegooid en precies goed. Want anders wil je gewoon thuis blijven de hele dag. En dan denk je van, ik wil niet meer werken. Ja. Maar als ik er eenmaal ben en weer mijn oude ritme komt, vind ik het wel weer heel erg leuk. Het is dat we inkoop hebben, want anders gaat Marie misschien niet zo snel teruggaan naar kantoor. Maar uiteindelijk moet je wel, maar het doet hartstikke goed. Dus ik kom wel weer in mijn werkritme. Langzaam af. Ik vind het wel heel erg moeilijk. Ik denk dat jullie ook wel hierin kunnen vinden als je mom life bent en back to work mom. Dus binnenkort ook weer met de oppascrashdagen gaat allemaal van start straks. En dat vind ik wel heel erg spannend. Ja, en iedereen zegt dan, is jij dan aan het oppassen? Nee, die is niet aan het oppassen. Want een vader, als hij gewoon thuis met zijn kind, kan je het geen oppassen noemen, vind ik. Nee, ik ook niet. Nee, maar in ieder geval, Jaime is inderdaad met die kleine dan. Dus dat komt helemaal goed. Dus dat scheelt ook natuurlijk wel. Ja, voor nu is dat echt ideaal. En hij stuurt de beeldige filmpjes door. Dat ik denk, oh, die doen, dan ga ik weer huilen. Maar het valt weer mee. Dus wij hebben gewoon inkoop. Het houdt in dat de klanten naar ons toe komen met de gepaste maatregelen natuurlijk. Maar wij hebben onwijs groot head offices kunnen de afstand bewaren. Mondkapjes, ja. Hygiëne doekjes, hygiëne pompjes. En niet meer dan 2 bezoekers per dag. En coronaproof kaart. Dat je moet scannen via je telefoon. Dus alles is coronaproof. En wij gaan nu de nieuwe collectie verkopen. Voor volgend jaar, of dit jaar augustus. Winter. Dus die zijn wij nu al aan het verkopen. Tot, tot wanneer ik het ook red. Eerste week februari, ja. Ik denk dat je nog 2 weken naar kantoor gaat en dan is het over. Misschien wel. Marie, waar is jouw babybelly? Nou, het gaat de goede kant op. Ik weeg nu 65 kilo. Dus ik ben nog 5 kilo van mijn zwangerschap. 4 kilo. Dat was volgens mij 61,60. Ik heb niet heel... Ik weeg nu 70 trouwens. Ja, ik woog op het einde 71. Dus ik weeg nu 70. Ja, maar ik woog iets lichter dan jij. Ja. Dus ik was 11 kilo aangenomen van mijn zwangerschap. Nou, je ziet, ik ga weer sporten bij krachtmeesters. En dit is mijn buik nu. Het is wel nog een buikje. Het is vooral een beetje zacht. Maar mijn zwangerschapsweep gaat steeds minder weg. Ik was bang dat hij voor altijd bleef. Dus ja, ik mag ook helemaal niet zeuren. Ik heb geen strié overgelaten. Ik ga nu weer sporten bij krachtmeesters. Ben ik er druk mee bezig. Ja, het is echt knap. Eerste sportles heb ik gehad. Weer helemaal wennen. Want je voelt helemaal die spanning nog beneden staan. Heel gek. Ja. Dus dan moet je allemaal oefenen qua bekken weer. Dat je helemaal op kracht krijgt. Dus ik ga wel weer healthy lifestyle. Vind ik knap van je. En mijn buik is momenteel eigenlijk... Het past niet eens in beeld. Op de kleine jongen. Zo eigenlijk. En ik heb nog niet echt zo'n. Ja, ik heb wel zo'n streep. Ja, maar niet zo donker als ik. Die van mij was ook echt donker. Dus dat eigenlijk. Even kijken. Zwangerschap update Julie. Ja, ik heb dus, als jullie deze vlog zien, ben ik 36 weken. Ik ben nu 36 weken en 3 dagen dan. Dus ja. Nog maar 3 weekjes, 3,5 weekjes. Maar ik denk zelf dat hij eerder komt omdat hij zo erg aan het schoppen is. En ik heb zoveel pijn. Hij is zo goed aan het indalen al. Ja. Het zegt niks dat het eerder komt. Bij mij dacht ze ook dat hij wel eerder kwam. Hij kwam 1 dag eerder. Dat is niet echt. Maar jij wel eigenlijk 2 dagen later. Eigenlijk is ik 2 dagen later.
dat we allebei 14e zijn bevallen. Maar ja, omdat ik nu op 12 februari ben uitgerekend en ik zeg al, het maakt helemaal niks uit. Ik heb wel het gevoel dat je zelf als ik ben, dat je één dag van tevoren. De 11e dan. De 11e. Nou, en ja, ik voel me, je wordt natuurlijk steeds moeier in het proces dat je... Maar goed, ik werk ook gewoon, maar ik neem ook wel heel veel mijn rust door. Want als ik geen inkoopafspraak heb, dan blijf ik gewoon sterk thuis. Ja. Dat moet ook nu wel, want ik merk toch wel, je kan toch niet meer lekker zitten of te lang staan. Of ja, het is gewoon lastiger met BH's die gaan nu knellen. Ja, gewoon de laatste loodjes echt. Ja. En Sjoe kan niet wachten nu. Je krijgt helemaal nu in de periode dat ze niet wil wachten, hoe ze weet hoe ze eruit ziet. Ja, en ben ik er klaar voor? Of we? Ik denk het wel. Ik denk dat je er nooit klaar voor bent. Enige is, ik heb allemaal dingen online moeten bestellen wat ik nog niet had. Want ik denk, dat koop ik wel. Een lockdown is natuurlijk. Maar ze zijn nu in lockdown. Dus ik ben nog steeds aan het wachten op een babybadje. Ik heb nog een klein fietsertje nodig voor mijn moedermelk. Dat heb ik niet hier in huis. En voor de rest... Dat gebruik ik trouwens niet hoor, fietser. Nee? Al die vitamines eruit. Ah, dat had ik dus gedacht. Maar ik heb er wel een paar. Maar ik heb nu zoveel melk. Ik hoop dat jij het ook hebt. Dat je voor 3 dagen dan van tevoren kan werken. En uit de koelkast. Ja. Nou, ik moet nog die elfje pomp. Of een borstpompje bestellen. Koelkast. Ben ik nerveus voor de bevalling? Nee. Ik vind alleen jammer. Zonder spanning wel. Nee, ook niet. Oh. Nee, het moet er toch uit. Maar ik vind het met corona nu gewoon jammer. Dat bijvoorbeeld Marie niet bij kan zijn. Mijn zussen niet. Ik had niet per se misschien in de kamer gewild. Maar wel gewoon op de gang als het dan geboren is. Ja, dat het hele familiegevoel, dat is nu een beetje weg. Dat is eraf. Ja. En ik ben dus heel erg over twijfelen over thuis bevallen. Normaal ben ik er geen voorstander van, maar nu door corona neig ik steeds meer, maar ik weet het nog steeds niet. Dus ik ga het gewoon zien op het moment dat ik aan het bevallen ben. En als ik thuis kom bevallen, blijf ik thuis. En als ik toch denk, oh, ik wil toch echt heel graag in het ziekenhuis, omdat het toch voor mijn gevoel wat veiliger voelt, ga ik in het ziekenhuis. Maar ik heb geen gevoel voor. Maar het ligt ook een beetje aan de lockdown nu, want ik ben natuurlijk over een maandje uitgerekend en ik denk dat dit deze maand nog best wel heftig wordt. Dus ja, daar ligt het ook een beetje aan. Maar voor de rest, nee, niet zo helemaal. Hij is goed ingedaald, hij ligt goed. Het is een gezonde baby. Marie heeft het ook gedaan, dus dat geeft me ook heel veel support dat ik het dan ook kan. Ja, tuurlijk, iedereen kan het. Nee, oké, maar nu ben ik van dichtbij. Denk, oké, als jij het kan, kan ik het ook. Maar ja, wie weet. Ik ben vandaag shooten. Sjoeld is even thuis. En ik heb nu de nieuwste pasteltint t-shirt aan. Met een leuk knoopje ingemaakt. Met een bijbehorende broek. En het zo leuk is dat dit roze met paars is. En de andere kant is blauw met pistache. En dit is Jaantje. En ik moet nu mijn volgende setjes gaan pakken om aan te doen. We hebben het t-shirtje ook in de lange mouw, dus die ga ik nu aandoen. Dit moet allemaal geshoot worden vandaag. Zo, mijn next outfit is de Harley t-shirt, one size, 1 maat. Kan je ook een leuk knoopje in maken. En dan hebben we dan de bikershort gecombineerd in knitwear. Het is echt een superleuke combinatie. En dan ook weer met de Reinders shoes. Ik heb nu mijn lievelingskleur aan. Baby pink. En I love it. Met een vierkantje. Echt alles is met print. En de zijkanten zijn zwart vlak. Ook met een knitwearbroekje erbij. En een bijpassende Reiner schoenen. Superleuk. Ik heb er weer een troepje van gemaakt zoals je op de achtergrond ziet. En ik ga nu de kleur mauve aandoen. Dit staat ook heel leuk, die kleur. Mauve. Mauve is het mauve? Of mauve? Als je mauve, dan moet je mauve. Mauve. Wie zegt dat? Oh. Nou, ik vind je benen nog steeds bruin. Het ligt al 9 maanden niet zo makkelijk. 9 maand. 9 maand. Pictures. Pictures. Full body. Oh, 1 mouwtje rechts. Ja. 1 mouwtje. Mouwtje. Haha. Knop. Knopje. Ken je die nieuwe reclame van die Why Not? Ja. Oh, dat is zo... Ja, maar mijn vriend zegt dat. Dus, ja, ik vind het ook wel grappig. Maar ik zeg dus heel vaak, ja, why not? Oh, maar gewoon serieus. Dan zegt iedereen, why not? Alles zit goed. En nu de shoes. Ja. En nu je hand. Iets meer naar het midden, echt maar een klein. Ja. Oké. Okay. Direct? Ja. Niet kijken. Ik doe er nog wel eentje. Perfect. Keurig. Ik ga laten zien voor jullie. Ja, leuk. Wat mag ik de naam hebben? Dit is de shoe. Full body. Close up. Hier ook de details. En ondertussen voor Instagram. Hoi!
Ben je nou aan het multitasken? Ik ben aan het multitasken. Zo, hier zijn de zijkanten wit, in plaats van de zwart. En ook weer met de bijpas van de bijpersoort en schoentjes. Superleuk. Oké. Ik maak voor eerst gewoon zo open. Ja, dat zullen we dat doen. Ja. Oké. Okay. Perfect. Komt weer. He's not focused. Again. Oh, waarom doet hij het niet? He's not focused, you know. Oh ja, nu. Dat is een pretty. Ja. Oké, okay, pictures. Pictures. Ja, het is echt, ja, het ziet er ook super comfy uit. Ja, het ziet er lekker. Of misschien één kant wel je haar, je andere kant... Ja, ik denk dat dat leuker is. Perfect. Schoon hoef je niet. Hebben we al. Mag ik dit? Ja. Camera. Your phone? Maar vlogcamera. Oké, okay, vlogcamera. Oké, okay, wacht. Ja. Action. Ik weet niet hoe dat stop je dan. Maar je moet wat lelijker lopen. Je loopt nog te mooi. We zijn net van kantoor, we zijn net even lekker gaan wandelen met Livia. Hi. En die valt gewoon weer bijna in slaap. Zo schattig, kijk het jasje met die oortjes. En je speentje. Oké, okay, kleine handje. Ja, welke collectie is Maria aan het shooten? Dat is de collectie die morgen in de online komt. En ja, ik wilde zeggen in de winkels. Ze komen ook in de winkels, maar bij de winkels online. En ja, ook dat je via de DM kan bestellen. Het is eigenlijk wat we aan hebben ook. Ja, het zijn one size artikelen in pasteltint. Dit is onze eerste drop samen met de schoenen van Reinders. Die heb ik ook voor jullie gefilmd en die vallen eigenlijk hetzelfde als vorig seizoen. En ja, dit is momenteel wel ons favorietje, omdat het gewoon nu even fleurig is. En het is het eerste wat binnen is. Dan trekken wij natuurlijk altijd meteen aan wat we het leukst vinden. Ja, dus we gaan jullie steeds meer echt in deze vlog laten zien wat er binnenkomt en wat meer van de zomercollectie. Welke stijls we allemaal hebben, want we hebben echt heel veel stijls. Ja, je had ook de Harley stijls aan. Het is inderdaad naar Harley vernoemd. Ja. Elke keer als wij een collectie maken, komen er natuurlijk wel vriendinnen langs of al onze collega's. En dan zien ze een stijl hangen en Harley was helemaal verliefd op die stijl. Ja. Dus toen zeiden we, nou, dan wordt dat de Harley stijls. Ja, dus voor het eerst werd tijd naar Harley vernoemd. Het is ook echt een prachtige naam, dus daar hebben we ook mazzel mee. Ja, de Harley stijls klinkt ook gewoon de Harley stijls. En onze vlogcamera is gammel en twee zijn stuk. Ja, jullie hebben niet zo heel veel beeld van ons, dus nee. Wij hebben de oplossing bedacht. We hebben namelijk een nieuwe camera van Sony. De donsje is met een geluidsdemper. We zijn helemaal professional en standaard. Dus vanaf nu ga je gewoon meer materiaal van mij zien en van Marie zien. Omdat we dus weer allebei nu een nieuwe camera hebben aangeschaft. Dus ja, dat is echt wel top. Dit moest gewoon. En sorry, dus we hebben nog steeds alles één camera gefilmd. En dit is de nieuwe one. Dus alsjeblieft, blijf leven. We laten hem niet vallen. Nee, niet vallen. En het is een top dingetje. Ja, echt een standaard erbij. En je kan hem laten draaien. Dat is echt een top ding. Dus ik moet alleen wennen dat je het van de zijkant zo. Maar het is eigenlijk chiller in plaats van de bovenkant. Ja, want anders zie je altijd zo van hoog. Dus als jullie onze camera zien, professioneel. Professioneel. Dus vanaf nu, voor de volgende week vlog, ga je dus meer beeld apart van mij en Marie zien. Ja. Ik weet nog niet of we dus nog overgaan naar één keer in de week een vlog. Dat durf ik niet te zeggen. Nu ik denk nog na pas je bevalling, als alles weer een beetje op de rit is, dat we misschien weer naar één keer in de week gaan. Maar nu is het wel voor ons wat rustiger gevoel. Ook omdat we ons meer kunnen focussen echt op de baby's en de Reinders. En we gaan het wel weer oppakken. Dus. En ik vind het wel leuk dat die vlogs nu gewoon echt wel... Nou, 25 tot 30 minuten altijd wel zijn. Ja, in plaats van wat korter. In plaats van elke 20 minuutjes. Dat scheelt dan ook alweer. Dus in de volgende week gaan jullie zien. We hebben een verrassing voor Romee en Daan. Waar we jullie in gaan meenemen. Want jullie gaan zien ga ik niet de volgende over zeggen. Week nog.
Nee, daar mag jij niks over zeggen. Ik denk nog veel meer nieuwe collectie wat binnen is. Kantoor, ja, thuis. Eigenlijk wat iedereen corona. Iets meer thuisbeelden van het gezin, Livia. Ik zal even kijken wat wil je nou zeggen? Nee. Oh. Voor het kamertje. Voor de babybelly update. De laatste dingetjes wat ik nog ga bestellen. En dat eigenlijk. Ja, dus dank jullie wel voor het kijken. En we hopen dat jullie de vlog leuk vonden. Ja, en we hopen dat jullie ook de nieuwe collectie met heel veel liefde ontvangen. Want die komt maandag waarschijnlijk online. Ja, we need your support. We need your support. Of dinsdag online. Maar dan gaan we swipe-upjes voor jullie doen. En we dragen het nu ook. En we zijn er helemaal in love. Dank jullie wel. Boetje moet erbij. Doe je altijd het einde? Hè? Doe je altijd het einde? Dat is mijn finish in touch. Oh ja, zo zie je mijn buik weet. Maar ik zie jou het op de achtergrond. Even een kusje. Wat? Doe ze op de buik. Als je naar voren leunt. Dan ga je. Ja.